We zijn weer terug in het Haagse stadhuis, vlak voor de raadzaal waar later vanavond het spoeddebat zal plaatsvinden over wat er de afgelopen weken is gebeurd in de Schilderswijk. De burgemeester wil, zoals u gewend bent, niet reageren voor onze camera, maar de andere politieke partijen, of in ieder geval de meeste, waren zo sportief om dat wel te doen. Wat is het plan van de PVV vanavond bij het spoeddebat? Nou, wij vinden dat de heer Van Aerts gefaald heeft als burgemeester. We hebben het al eerder aangekondigd ook, dat wij een motie van wantrouwen zullen gaan indienen. Wij willen dat de burgemeester duidelijk maakt dat er voorlopig geen extremisten meer demonstreren in de Schilderswijk. We stoppen met demonstraties door de Schilderswijk heen. Dat kan echt op het Malieveld. Het is een woonwijk. De leefbaarheid, veiligheid, persvrijheid, dat moet daar nu gegarandeerd gaan worden. Ik wil graag horen wat de burgemeester daarover te zeggen heeft vanavond. Ik heb nog geen verklaring van hem gezien, dus dat wil ik even afwachten. Nou, hij heeft totaal niet opgetreden. Ik bedoel, de ISIS-vlaggen die kunnen hier gewoon wapperen in de Schilderswijk. Den Haag staat onder flinke druk. Islamitische tuig krijgen gewoon de vrije hand om dood aan de Joden toe te wensen. Oproepen tot geweld, haat zaaien. En de heer Van Aerts blijft gewoon op zijn vakantieadres. Er is tegen opgetreden. Er zijn arrestaties verricht en dat is een beetje onderbelicht gebleven. Dus dat wil ik nog maar eens helder maken vanavond. De burgemeester heeft bewezen dat hij de strandbal en de vakantieklapstoeltjes belangrijker vindt dan de belangen van de inwoners van Den Haag. En dat vind ik heel slecht en dat mag hij vanavond ook komen uitleggen. Tegelijkertijd wil ik natuurlijk ook wel een paar vragen stellen aan het stadsbestuur. Bijvoorbeeld waarom die demonstratie van zondag heeft plaatsgevonden in de Schilderswijk. Wat vond u van het optreden van de loco-burgemeester Balde Dinges van de PvdA? Het schijnt dat hij zelfs in de skybox zat bij ADO. Ja, ik heb dat ook hier en daar gehoord. En als dat waar is, dan zou dat wel echt, echt schandalig zijn. Wat vond u van het optreden van de loco-burgemeester Baldesing, PvdA-wethouder in het dagelijks leven? Wat je ziet is dat de Partij van de Arbeid ongelooflijk veel geld in die Schilderswijk heeft gepompt. Allemaal, nou ja, niet even succesvol. Ik bedoel, er zijn ook allerlei achterlijke projecten geweest waar echt geld is weggegooid. Nou, dat is inderdaad knuffelbeleid van de Partij van de Arbeid geweest. Wij willen daar ook vanaf. En dat dan juist nu de lokale burgemeester ook van PvdA-huizen is die het zo uit de hand laat lopen, dat is wel extra pijnlijk, ja. De PvdA in Den Haag heeft natuurlijk decennia tientallen miljoenen stuk gegooid in die Schilderswijk. En het is eigenlijk een grotere puinhoop dan ooit tevoren. Hoe kan dat? Nou, dat ben ik niet met u eens. Vindt u ervan dat het erop lijkt in ieder geval dat de burgemeester de nieuwe mars van Pro Patria gaat verbieden? Nou ja, dat zou natuurlijk een grof schandaal zijn. Hè? De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van demonstreren, dat moet dus nu buigen voor islamitisch tuig. Die mensen wilden niet dat die mars door hun wijk ging, gingen op straat staan, waren agressief. En het resultaat is dat de volgende inderdaad niet meer door een wijk gaat. En hebben ze toch gewoon gewonnen? Nee, dat hebben ze helemaal niet gewonnen. Dus wij buigen zeker niet voor die radicalen. Sterker nog, wij gaan ze, als het aan ons ligt, heel hard aanpakken. Komt toch een beetje over alsof die agressieve minderheid die legale demonstratie heeft tegengehouden, zeg maar de ISIS-fanboys, dat die daar toch wel blij mee zullen zijn? Nou, ik denk dat ook van de legale demonstranten een aantal vrij agressief zich hebben gedragen. En dat wordt meegenomen en meegewogen in de beslissing om te zeggen van nee, niet op die plek. Wie is daar de baas in de Schilderswijk? De burgemeester of dat ISIS-tuig? Nou, we gaan zorgen dat de stad Den Haag dat gewoon weer wordt. Dat zijn wij, dat is de overheid. Nou, op dit moment is de politie de baas in de Schilderswijk. Zoals het er nu uitziet, is dat het islamitisch tuig. Dan is vanavond dat spoeddebat geweest. Dan gaat hij zeggen, nou ja, het was misschien niet zo handig, sorry. Komt misschien een onderzoek of zo, of een werkgroep. En dan is alles weer glasplas en het blijft zoals het was. Nou, ik wil wel meer. Ik denk dat hij na vanavond nog burgemeester is. Het gaat ons ook minder om de poppetjes. Want het poppetje vervangen, dan los je het probleem niet op. Mijn stelling is, en daar begon ik net ook mee. Er zijn demonstraties geweest. Er zijn daar dingen gebeurd die niet mogen, die strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Dat gebeurt ook. En zo hoort het ook te gaan. Dus in die zin vind ik dat er op de juiste manier is ingegrepen. Hoe kan de orde worden hersteld in de Schilderswijk? Nou ja, politie moet optreden. Die gasten moeten allemaal worden opgepakt. Uitkeringen moeten worden afgepakt. Samen met de minister ervoor zorgen dat die uitkeringen, of in ieder geval dat de paspoorten worden afgepakt, dat ze het land uit worden geknikkerd. Dat zou goed zijn voor deze stad. Tuigvrij Den Haag, daar staan wij voor. Liep.